Gaan we door naar, naar een andere film waar jij denk ik wel heel veel van weet ook. Is Batman Forever. Ja! Die kwam dat jaar uit. Van een wereldfilm. Ja? Nee. Ja. Nou ja, wel voor mij. Dit is wel. Ik was 4. Ik kan me wel. Dit is wel de tijd dat ik mijn. Nou ja, ik kreeg hier mijn. Ik had een Batman huis. En een Batman huis. Wayne Manor. En die kon je openklappen. En dan had je achter had je de Batcave. En dan weet ik nog, kon je Bruce Wayne erin doen. En dan draaide hij en dan kwam Batman eruit. Dus dat was cool. En ik had deze Batmobile. De Batman Forever Batmobile. Ja. Ja. Ik vond het wel een vette Batmobile trouwens hoor. Ja, ja. Ik vind deze soort van campy, kleurrijke stijl ook wel. Ook dat is Batman. Ik denk, toen ik klein en jong was, vond ik dat niet eens erg. Ik denk dat ik het best wel cool vond zelfs nog. Maar het was wel ook een van de redenen waar Michael Keaton deze film heeft afgezegd. Die natuurlijk de filmstudio wilde van Tim Burton af. Mm. Want ja, die tweede film was ook eigenlijk misschien net iets te Burton-esque. Te gritty vooral. Te gritty ook. Die deal met McDonald's, waar we het wel eens vaker over hebben gehad. McDonald's die trok zich terug uit de deal met Batman, omdat het niet echt meer een kinderfilm was. Nee. En dus al die speeltjes, dat ging allemaal niet door. Dus deze film moest kindvriendelijker worden. Daar wilde... Gelukt. Ja, dat is zeker gelukt. Burton werd aan de kant geschoven. Er waren meerdere regisseurs die op de nominatie stonden. Eén daarvan was trouwens Sam Raimi. Dat had zijn eerste superhero film kunnen zijn in plaats van Spider-Man. Nou, uiteindelijk is het Joel Schumacher geworden. Maar Michael Keaton was daar zo van ontdaan. Die voelde echt heel veel voor de Burton-verse. En mag je dat zeggen, Burton-verse? Nou ja, je snapt in ieder geval wat ik bedoel. En die wees de rol af. En de studio heeft zelfs nog $15 miljoen geboden. Wat echt pleuris veel is voor die tijd, hè? In de trailer zag je net dat shot voorbij komen met die vleermuis. Ja. En er schijnt dus best wel veel nog donkerder materiaal in deze film voor deze film te zijn geschoten, wat eruit is geknipt in een soort van kindvriendelijkere versie. Dus het is niet helemaal. En bij Batman en Robin is het natuurlijk helemaal het hek van de dam. Nee, maar hij wees dus 15 miljoen af, wat echt pleuris veel geld is. Heel even ter vergelijking. Bill Gates had wel meer. Die had zeker meer. Maar Harrison Ford die keerde voor The Force Awakens terug. Voor Star Wars. Voor 20 miljoen. Ja. Wat echt veel was voor zijn rol ook. Maar dat is echt 30 jaar later. Ja. Waarin geld veel minder waard is. Nou, we hebben het al een beetje laten zien natuurlijk. Dat was echt heel veel geld. Wees hij af. Omdat hij gewoon het script vond hij helemaal fucking crap. En hij zei fuck die shit. Ik doe het niet meer. Ja, maar toen werd Val Kilmer. Die als ik me het plot van de film kan herinneren. Ik niet meer. Heeft de Riddler een apparaat waarmee die mensen een soort van kan hersenspoelen als ze naar de tv kijken. Ja. En dan zet iets op zijn hoofd. Eruit, en dan krijgt hij hun kennis. Of hij kan ze beïnvloeden Two-Face of zo. Die wil Batman gewoon dood hebben omdat Batman de schuld is dat hij koffie over zijn gezicht heen kreeg. Of zuur. Ik heb geen idee. Het zou heel goed kunnen. Het is echt lang geleden. Ja. En Robin is... oud. Robin, weet je wie er allemaal op de nominatie stonden om Robin te spelen? Nou, ik weet natuurlijk die broertjes. Welke? De ene, die donkere. De, nee, dat was met Batman Returns. Returns ja. Ja, hier was het Leonardo DiCaprio. Tuurlijk. Die hebben ze benaderd. Die wilden ze ook hebben. Dit was nog voor de grote doorbraak van DiCaprio. Hè? Dat was natuurlijk met Titanic. die heeft het afgewezen. Matt Damon heeft auditie gedaan om Robin te gaan spelen. Die is het niet geworden. En hoe heet het? Chris O'Donnell is het uiteindelijk geworden. Maar dit is misschien nog wel funnier. Weet je wie er allemaal op de nominatie stond om de Riddler te spelen? Want het is natuurlijk Jim Carrey Robin geworden. Williams. Robin Williams stond er zeker op de nominatie om het te worden. Die kwam er trouwens achter toen de film werd aangekondigd dat hij het niet was geworden. Die hebben ze niet afgebeld of wat dan ook. Weet alweer je niet. Alweer niet. En weet je wie echt uit zichzelf heel graag de Riddler wilde spelen? Nee. Dit ga je denk ik nooit raden. Dan ga ik het ook niet doen. Michael Jackson. Michael Jackson. Wilde hij niet Robin zijn? Dat vind ik hij wilde de Riddler zijn. Hij wilde dolgraag de Riddler spelen. Hij heeft contact opgenomen. En zei, nee Michael. dat gaan we niet doen. Nee. Dus, was dit toen hij nog een neus had in 95 denk je? 95, ja 95. Maar het allervervelendste aan deze films vind ik toch nog wel dat de Riddler en Two-Face praktisch gewoon de Joker zijn. In een andere outfit.
Ja, ja. En natuurlijk ook moeten we dat verhaal niet vergeten tussen Jim Carrey en Tommy Lee Jones. Vooral Tommy Lee Jones aan Jim Carrey. Hij heeft hem ook gezegd op de set echt, I hate you. Ja. And I cannot sanction your buffoonery. Die twee konden niet met elkaar door één deur. Dat was echt niet te doen. Die spraken elkaar ook niet. Maar Val Kilmer was ook een ongelofelijke asshole op de set. Maar ik vind hem niet per se een slechte Batman. Ik ook niet. Nee. Maar hij was wel een eikel op de set. Ja. Joel Schumacher die heeft hem, die zat dan met zijn handen in het haar over Tommy Lee Jones. Want kijk, Jim Carrey kon hij prima mee werken. Maar vooral Tommy Lee Jones' afkeer naar Jim Carrey en ook hoe diva gedrag op de set stoorde Joel Schumacher zich enorm aan. En Val Kilmer was zo onbeschoft naar alles en iedereen, ook sterrenlures, dat Joel Schumacher hem daarop heeft aangesproken. En sindsdien hebben ze geen woord meer met elkaar gewisseld. Hmm. Weird, toch? Ja, ik weet dat Schumacher uiteindelijk excuses voor Batman en Robin heeft aangeboden. In de DVD. Dat is het vervolg trouwens. In de behind the scenes van die film op de DVD. Dat is amazing. Niet. Ja, ja, ja. Oh my god. Hoe kan je dat als filmstudio erop zetten? Er is toch wel iemand die dat checkt? Nou ja, iedereen weet toch ondertussen de B-charme van die film. Dit zat gewoon in die 4 DVD-box. Want dit is wel dit is gewoon een nieuwe condensed uitgave. Op zich is dit allemaal connected wel nog tot Burton's films. Batman en Robin werd Val Kilmer trouwens vervangen voor George Clooney. George Clooney. Vet. George Clooney. George Clooney. Ja. Wie heel vet is, is de acteur die Alfred speelt. Geen idee wie het is. Wie is dat ook alweer? Alfred.